Ik ben boven Erwin Dorens en dit is RTL Boulevard. Er is weer een Moscovici op het toneel verschenen. Hij is regisseur, heet Max, is de zoon van Robert en kleinzoon van paterfamilias Max. De varengids raakt het spoor een beetje bijster. De varengids van deze week dicht advocaat Max Moscovici het verborgen talent van regisseur toe. Maar dat blijkt een stevige blunder te zijn. Het is kleinzoon Max die zich ontwikkelt tot aanstormend filmtalent. Je moet wel een beetje je bronnen verifiëren, of tenminste ze gebruiken. En niet zomaar even, ja, eigenlijk gewoon uit de lucht trekken, zeg maar. De 25-jarige Max maakt de documentaire reeks Jojo NL. Een door Max Moscovici gemaakte serie portretten van Joodse jongeren. Als er iets over Joden wordt gemaakt, is het vaak over de Holocaust of over politiek in Israël. Het is altijd, heeft niet altijd een hele leuke boodschap en het heeft vaak een beetje lading. En nou, ik wil gewoon jonge mensen neerzetten die iets leuks doen in het nu staan en verder daar niks mee te maken hebben, behalve dan dat ze een Joodse identiteit hebben. Aan Max de lastige taak om het Joodse geloof een beetje hip te krijgen. Oké. Het zit natuurlijk in het bloed. Ik ben niet religieus, totaal niet. En, maar goed, ik bedoel, ik doe wel wat met identiteit, laat ik het zo zeggen. En om het te maken als filmregisseur is een achternaam als Moscovici niet verkeerd. Ik moet vaak tegen een soort van stereotype aanboksen. Dat betekent dat ik soms net iets harder moet rennen dan een ander om het te bewijzen. Zeker als je een vak als dit kiest. Weet je wel, mensen hebben al vaak zoiets van, oh god, weet je wel, er komt zo'n Moscovici aan. Max gaat er liever met de camera op uit dan dat hij in een statige toga wordt gehesen. Ik doe wat ik leuk vind en ik ben hier heel erg gelukkig en ik voel me echt, ik ben echt wel een beetje dankbaar dat ik gewoon dat doe wat ik heel graag wil doen en dat goed gaat. Maar er zit genoeg advocatenbloed in deze Moscovici-teller. Nou, ik ga ze niet aanklagen, maar als ze het niet rectificeren, pas op. Nou, het is wel een beetje zielig natuurlijk van de varengids dat ze dat foutje hebben gemaakt. Maar wat hebben ze nou precies dan ook? Nou, ze hebben groot aangekondigd in de varengids deze week dat er een nieuwe programmareeks komt die gemaakt is door de oude Max Moscovici, dus de vader van Bram. En dat hij een nieuw spoor aan het bewandelen is. Nou, daar is mooi niks van aan, want het gaat dus om hem. Het is een vergissing, een beetje pijnlijk ook omdat de oude Max een beetje ziek is op dit moment, of een beetje veel zelfs. Yeah. Dus het überhaupt niet zou kunnen. Maar ik vind het wel leuk om eindelijk eens een keer een telg te horen die uit dat geslacht die een andere kant op wil, die juist niet de advocatuur in wil. Die misschien wel prachtige programma's gaat maken en die misschien ook wel een keer heel leuk links van het midden staat in plaats van die oude Bram hier die steeds maar vertelt dat hij rechts van het midden staat, toch? Ja, nou, hij is in ieder geval eerlijk over. Ja, en dat programma is wel leuk trouwens. Het komt zondag om 2:00 op eerste pasdag dus. Het duurt 7 minuten, dus je moet niet te hard met je ogen knipperen, want dan is het alweer helemaal voorbij. En hij portretteert in de eerste aflevering Daniel de Ridder, de Ajaxiet. Die vloeiend Hebreeuws blijkt te spreken. Niet zo gek, want zijn moeder komt oorspronkelijk uit Israël. En ik heb heel rare netwerken. Ik sprak vanmiddag de vriend van de moeder van Daniel de Ridder. En die vertelde me dat de videorecorder van die moeder dus al op scherp staat. Wat goed. Mijn mond zou openstaan van verbazing over al deze informatie. Zie je, interessant. Ja, dat is, ik vind het ook een leuke jongen trouwens, die jonge Moscovici. Maar hij is een zoon van Robert. En Robert is een beetje de zwarte schaap. Ja, die was een beetje in diskrediet geraakt. Maar die is nu weer terug in de familie getrokken. Die is terug in de vaart der volkeren en die wordt weer helemaal als advocaat opgenomen in de familie tegenwoordig. Ja. Het is het neefje van Bram dan, toch? Ja. Dus ja. Bram is zijn oom. Ik voel een continuing story aankomen hier. Ja. Ja. Er zit een serie in. Ja, de nieuwe Moscovici. Ja.